Hey mensen, vandaag heb ik een filmpje voor jullie en dit filmpje gaat over mijn aankoopjes van de vakantie, dus een vakantieshoplog. Ik heb een paar kledingstukken gehaald en een paar dingetjes voor mijn kamer, iets voor mijn hobby en wat verzorgingsproducten. En allereerst wil ik graag beginnen met mijn kledingstukken. Ik heb onder andere dit blouseje gehaald. Het is een beetje een marineachtige kleur met wit en heeft hier zo'n knoopje aan het eind. En hier van die knoopjes, gewone knoopjes zeg maar. En hier nog zo'n detail. En hij is aan de achterkant is die langer dan aan de voorkant. En ja, ik vond het wel heel gaaf. Het was maar 6 euro. Dan heb ik nog een paar dingetjes gekocht. En dat is dit kanten truitje. Heeft van die driekwart mouwtjes. En heeft een best wel hoge hals. Maar aan de achterkant heeft hij een hele uitgesneden rug. En voor de rest is hij helemaal, heeft hij helemaal kanten en bloemetjes, zeg maar. En ja, ik vond hem echt super gaaf. Deze was 7 euro. Dan heb ik nog een Aztec topje gehaald. Dat is deze. En het is een wat langer topje. En dat vind ik altijd wel fijn. Deze was 3 euro. Dan heb ik nog een crop top gehaald. En dit is een marine of een legerkleurig crop topje met zwart. En het heeft een Aztec print. En ja, ik vond hem echt zo gaaf. Ik kon hem echt niet laten liggen. Deze was 4 euro. Dan kocht ik nog een shirtje. En deze is wat langer, dus dat is altijd wel fijn. Hij heeft van die hele kleine mouwtjes. En een mooie ronde hals. En deze is wit met marineblauw. Ik weet niet wat ik met marineblauw heb, maar ik draag de laatste tijd op meer marineblauw. En ik koop wat meer marineblauw. Ja, ik vind het blijkbaar wel een leuke kleur. En dan kocht ik nog hetzelfde soort shirtje, maar dan in het grijs helemaal. En deze is ook wat langer en van die kleine mouwtjes. Ja, dat vind ik wel fijn, gewoon van die basic shirts. En dan kocht ik nog deze. Het is een beetje een losser shirtje. Wat ik makkelijk bijvoorbeeld ook mijn bikini in kan doen. En deze heeft zo'n soort veehals. En er staat op Love en Love het spiegelbeeld. En hier is een konijntje. En ja, hij heeft van die opgevouwen mouwtjes. Ook wel fijn. En hij is dus lekker los. En deze was 6 euro. En dan heb ik nog een aantal home spulletjes gekocht. Onder andere deze kaarsjes. En deze staat in een setje van twee. Twee roze en twee witte. En die kosten €1,99 per doosje. Dus ja, en ze zijn zo schattig, want het zijn cupcakejes. En de ene is roze, dus de andere wit. En ze ruiken ook echt naar cakejes. Dat is echt heel erg lekker. En deze komen dus binnenkort in mijn kamer. Ik ga mijn kamer veranderen. Dus een beetje alles anders neerzetten en een beetje wisselen, zeg maar. En daar komen deze zeker in terug. Dan kocht ik ook nog van die kleine cupcakejes. En deze hadden ze helaas alleen maar in roze. Dit is een roze klein cupcakeje. Cupcake kaarsje. En deze waren in een set van 4. En die kostte €1,99 ook. En dan kocht ik nog een houder voor een vaccinelichtje. En dat is dit L'tje. Deze heeft een oud roze kleur. En het heeft allemaal van die gaatjes zodat daar het licht doorheen komt. En hier heeft zo'n gaatje waar je het vaccinelichtje in kan doen. En deze was €3,75. Kocht ik voor mijn nieuwe hobby nog een haaknaald. Want ik ben sinds ongeveer 2 weken ben ik begonnen met het leren van haken. Dus ik wil graag een gehaakt pleat. En het leek me wel leuk om die zelf te maken. Dus kocht ik een haaknaald nummer 2,5. Want daar is mijn patroon op afgestemd. En deze heeft een paars handvaatje. Ja, dat vind ik altijd wel fijn. Want die andere die glijden een beetje uit mijn hand. En kocht ik deze voor €2,79. Kocht ik nog een aantal verzorgingsproducten. Allereerst dit maskertje. Dit is, zijn twee maskers in één. In één verpakking eigenlijk. En dat is aardbei vanille. Dus ik kan hem maar 2 keer gebruiken. En nog een moddermasker. Dat is ook 2 setjes. En deze waren 39 cent per stuk. Kocht ik nog een deo. En dit zijn 200 milliliter verpakkingen.
En deze ruikt echt zo lekker. Heel erg zoet, maar ook gelijk fris. En dit is de geur van boos citroengras. En deze kocht ik bij de DM in Duitsland voor 85 cent. Kocht ik bij de DM ook nog deze parfum van Essence. En dat is de geur Like a New Love. En het is gewoon een klein flesje, zodat ik hem ook handig mee kan nemen in bijvoorbeeld mijn handtas. Als ik even wegga en toch nog even wil opfrissen. Deze dus. En deze was €2,95. En mijn allerlaatste product is deze verpakking met haarverf. En zoals jullie misschien wel weten is de haarverf in Duitsland veel goedkoper. En normaal betaal ik hier 8 of 9 euro voor een pakje haarverf. En deze was €1,79. En normaal doe ik altijd ongeveer dezelfde kleur als wat mijn haar is. Dus gewoon donkerbruin. Of chocoladebruin, zoiets. En dit keer heb ik voor donkerblond gekozen. Want ik wil toch iets anders met mijn haar. Ik weet nog niet precies wat. Maar ik ga gewoon donkerblond uitproberen. En kijken of dat leuk staat. En ja, wie weet. Voor €1,79 is het wel te proberen waard. En ja, dat waren eigenlijk mijn aankoopjes. Ik heb niet heel erg veel gehaald. Maar toch wel een aantal hele leuke dingen. Ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog zou doen. En zou abonneren op mijn kanaal. Want ik wil heel graag die 50 abonnees halen voor 29 september. In mijn andere films heb je het misschien ook wel kunnen zien. En ook de reden daarvan. En ja, ik zou het dus heel leuk vinden als je zou abonneren op mijn kanaal. En ja, dat was het eigenlijk. Tot mijn volgende filmpje. Doeg!